Ja. Van harte welkom, broeders en zusters. Om hier de Heer groot te maken, hebben we reeds gedaan met de lofliederen om te loven en te prijzen. Maar ook om zijn woord te gaan openen. Want u weet allemaal, het woord is levend en krachtig. En dat geeft ons richting op de weg waarin wij hebben te lopen. Want dat hebben we allemaal nodig in de huidige tijd waarin we nu leven. En er is heel veel aan de hand, broeders en zusters. Je ziet op het nieuws, je ziet zoveel dingen om je heen gebeuren. En daar hebben we een vast snoer nodig en een vaste richtlijn. En dat is Gods woord. En als we daaruit gaan lezen, we gaan eruit gaan leven. Maar ook naar onze daden ook gaan richten op Gods woord. Dan zal die met ons zijn. Hij heeft het altijd beloofd in zijn woord. Dat hij ons nooit zal begeven, nog verlaten. Hij zal altijd met ons zijn. En dat is zo'n rijke belofte. Dat hebben we allemaal nodig. En daarom wil ik u daar ook zo mee bemoedigen. Vanuit Gods woord. En vanuit Nieuwe Tongen waar ik vandaan mag komen. Vanuit de polder mag ik u van harte ook zo ook begroeten. Dat ik ook hier in Zwolle ook mag zijn. Om u te bemoedigen. Want het woord, of je nou in een polder woont. Of dat je nou in een stad woont. Maakt niet uit. Het woord is overal even krachtig. Maar weet je wat ik mee te maken heb? Met degene die ermee omgaat. Geloof in zijn woord. Vertrouw in zijn woord. En ga je ervoor. Nou, ik ben bereid om ervoor te gaan. Om hem groot te maken. Om hem te dienen. En daar wil ik vanuit spreken. Vanuit zijn woord. En ik wou u volgaan met lezen van Filippenzen hoofdstuk 3. Vanaf vers 2 tot 16. En er staat ook een hele prachtige tekst in, wat ook een lievelingstekst is ook voor mij persoonlijk. Maar dat zal ik u straks vertellen als ik hem gelezen heb. Maar die zit er wel midden in het geschriftgedeelte wat ik u voorgelezen. En dat gaat over de ware gerechtigheid. Filippenzen hoofdstuk 3, de versen 2 tot en met 16. Let op de honden, let op de slechte arbeiders. Let op de besnijdenis, want wij zijn de besnijdenis die door de Geest Gods hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees vertrouwen te stellen, indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. Ofschoon ik voor mij wel reden om zou hebben om vlees vertrouwen te stellen. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het volk Israël van de stam Benjamin. Een Hebreer uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer en naar mijn ijver een vervolger van de gemeente. Naar de gerechtigheid der wet. Onberispelijk, maar alles wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alle schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijken. Niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof. En dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het reeds verkregen heb, zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik vermij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergeet er hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods, die
van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan allen die volmaakt zijn, aldus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren. Maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. Dat is het eind van de schriftlezing. En in de tekst had ik het kernpunt waar ik eigenlijk het meest over zou willen spreken en uitleggen. Dat is vers 14 in het voorgelezen schriftgedeelte. Maar één ding doe ik. Vergeten hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt. En jaag ik naar hetgeen, naar het doel om de prijs, de roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. En dat is het, broeders en zusters, waar we nu zo ook mee geconfronteerd worden in de huidige tijd. Ik moet er aan denken als het nieuws, wat er allemaal mee gevuld is, het nieuws, met enorm veel misleiding en ook wel verleiding op alle terreinen. Maar wat lees je op het huidige nieuws eigenlijk over Gods woord? En dat doet mij dan wel zeer, denk ik. Wij hebben juist zo'n rijke boodschap vanuit Gods woord. Juist een krachtige boodschap vanuit Gods woord. Een woord van hoop. Een woord van eeuwige toekomst, een woord van eeuwige redding. Want Gods woord is ook zo duidelijk. Al ontvangen we en bezitten we heel de aardse schatten op de wereld. Van geld of lotto's of wat dan ook wat je allemaal mag hebben. Maar je ontvangt niet de liefde van Christus Jezus. Dat je hart overgegeven heeft aan Christus. Dan heb je nog niets. Dan zegt Gods woord ook zo duidelijk. Dan ben je gewoon te beklagen. Als je hoop stelt op de huidige wereldse economische schat, als dat je enige doel is om naar te streven. Want weet u wat zo wonderlijk is? Toen wij vanmorgen ook wakker geworden zijn. En u bent hier, dus u bent in het land der levenden. Maar daarom hebben we de levensadem gekregen. We hebben de adem, we werden wakker. En we hadden de adem van de Heer. Want weet wel, God is degene die adem geeft. En adem neemt hoor. Hij is almachtig in alles. Dus dan kunnen wij streven en zeggen, we hebben hier geen tijd voor om de Heer in groot te maken. Of we moeten eigenlijk nodig iemand helpen die in nood is. En de Heer legt het echt op ons hart en we hebben de mogelijkheden om het te doen. En we doen het niet, dan blijven we gewoon in gebreken. Dus we moeten altijd de Heer behagen en Hem dienen. En als je dat gaat doen, dat zegt Gods woord ook zo duidelijk in Matthäus hoofdstuk 6 vers 33. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Amen. En de rest zul je toegeworpen worden. Dat is toch bijzonder? Maar als je goed gaat beseffen, broeders en zusters, wie wij van onszelf zijn. Wat hebben wij nu eigenlijk echt van ons persoonlijk in handen? We zijn, moeten bereid zijn om ons eigen ik op te offeren. Voor Jezus Christus. Want we gaan binnenkort gedenken met de Pasen. Gedenken en vieren. En dat is toch geweldig. Want toen gaan we vieren ook dat Jezus ook opgestaan is uit de doden. Toen hij zijn leven aan het kruis gegeven heeft. Maar daardoor, doordat je opgestaan hebt, is er hoop gekomen. Is er genade gekomen. Het voorhangsel scheurde. Van boven tot beneden in de tempel. Dat betekent, het oude was weg. Dus met andere woorden, van gisteren is over. We zijn in genadeverbond gekomen, zoals Efeze hoofdstuk 2 vers 8 en 9 zo duidelijk zegt. Dat we alleen door genade behouden zijn. Niet door al onze goede, zogenaamde goede werken of wat dan ook. Maar het is een gave van God, die genade. En als je dat gaat beseffen, dat we het allemaal ontvangen. En ik maak wel eens een toespeling op mijn persoonlijke naam. Ik mag dan Arie de Koning heten. Heb ik gewoon ontvangen bij mijn geboorte. Ik heb er niks voor hoeven doen.
Maar weet u wel dat u door de wedergeboorte als Jezus Christus aangenomen als je Heer en Heiland en je oude leven aan Hem overgegeven, weet je wel dat u dan allemaal hier een stelletje koningskinderen onder elkander bent? Amen. Dat is toch geweldig om een koningskind te mogen zijn? Want dat is ook zo. Zijn wij kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van een rijk in de hemelen. Dus we zijn op weg, broeders en zusters. We zijn op weg ook naar onze eeuwige toekomst. Maar zolang God ons de levensadem geeft, mogen we hier ook nog verkeren op deze aarde. En dan weet ik, u heeft aan wat ik al meer verwoord heb, u heeft ook allemaal een levensboeken. U kwam op omstandigheden gehad, u bent door een hoop zaken heen gegaan. Maar ik zeg altijd, laten we het geen achter ons ligt. We mogen, zeker als we dierbaren de weg hebben moeten brengen, dat graf, en die bij de Heer zijn, dan mogen we in dankbare herinnering aan terugdenken. Allicht. Maar blijf er niet in hangen, maar ga verder in het heden. Want het heden is een tijd van genade. En het heden is een tijd om de Heer groot te maken. Want we gaan ook zien in deze geschiedenis, deze brief, heb ik apostel Paulus geschreven. En als je weet wat dat voor een man geweest is, een zeer geleerde man die door de fariseeën onderricht is, die enorm veel kennis had, apostel Paulus. Maar hij was vurig, enorm, maar wel vurig in het begin de verkeerde kant. Om de gemeente van Jezus Christus te vervolgen. Mm-hmm. Want die vervolgde hij gigantisch vurig met een fanatiekerigheid. En hij was op weg naar Damascus om weer mensen te gaan arresteren, mensen te gaan vervolgen, mensen pijn te gaan doen. Hij was zelfs ook betrokken bij de dood van Stefanus. Toen Stefanus gestenigd werd door mensen, paste hij op de klederen van degene die Stefanus stenigde. Zo vurig vervolgen was het van Gods eerste gemeente. Maar wat denkt hij, het wonder, hij was op weg. En er kwam een groot licht uit de hemel. En hij viel letterlijk ter aarde van de kracht van het licht wat over hem heen kwam. En hij werd op slag met zijn aardse licht ontnomen. Hij zag niks meer. Hij was blind op één moment. En hij liet zich afvoeren naar een huis waar hij verzorgd werd. En na 3 dagen kwam de apostel die een boodschap van de Heer kreeg. Ga naar dat huis. Ga naar dat huis waar Paulus is. En spreek tot hem. En hij zal genezen en hij zal weer ziende worden. En de apostel Paulus ontving genezing en genade. En hij werd letterlijk ziende. En weet je wat ik zo mooi vind? Dat heb je ook altijd, broeders en zusters. Ook met mensen om je heen. Die kennen ze enorm vurig zijn. Anti-geloof. Anti-tegen Gods woord in. Die enorm er dwars tegenin gaan. Maar als die ook in haar hart zo aangeraakt worden door de liefde en de kracht van God en ze het letterlijk ervaren, dan draaien ze finaal om de as en er zijn vurige dienstknechten juist voor de Heer. En zo was de apostel Paulus een vurig vervolger, maar toen die ook een aanraakte ontmoeting had dat met de levende Heer Jezus Christus, in verband met zijn blindheid en ook weer dat hij de genade kreeg om ziende te worden. Maar toen was hij enorme, dat hij een vurige apostel werd van Jezus Christus. Net andersom, niet meer vervolgen, nee, vurig om hem te dienen. Maar het gaat allemaal over vurigheid. En ook die tekst die ik ook net voorgelezen heb, gaat er ook om. Dat gaan die op die dode akker die een beetje tot de eind sprinten. We hebben ook de Olympische Spelen gehad in Rusland natuurlijk. En daar ben ik er niet zo fan van, ook dat niet. Maar ja, vanwege het nieuws word ik toch geconfronteerd met al de zegers die je en al de medailles die in Nederland daar ook ontvangen hebben en verdiend hebben en gehaald hebben. Maar wat denk je? Die hebben geen zalen op de dode akker die gelopen om die hoofdprijs te behalen. Nee, je hebt er enorm voor gejaagd om juist om tot die grote prijs te komen. Want er staat ook zo duidelijk dat je moet uitstrekken naar hetgeen voor je ligt. En dan moet je jagen naar het doel.
Een sportman, die gaat niet op zijn doorhakken die achterover leunde. Nee, die moet er wat voor doen. En die heeft zij getraind, die heeft zij zaken ontzegd in zijn voorbereiding. Om er optimale conditie te zijn, optimale vorm te zijn. Zo moeten wij ook altijd zijn, ook voor Jezus Christus, in optimale vorm, in zijn kracht. En als we het moeilijk hebben, dat hij zegt, dan heb ik een moeilijk geval. Het zij in je werk, of het zij in je relatie, of het zij in je lichaam, of financieel, of economisch. Maar weet één ding, als je dat altijd naar de Heer brengt, bid altijd, Heer, ik heb het moeilijk. Ik heb een probleem op dit moment. Maar voor u is het geen probleem, omdat u God bent. U bent een God van wonderen. Bij u is alles mogelijk. En als je daar en je zegt, Heer, geef mij de kracht, want ik weet met u, in Jezus naam, zal ik overwinnen. Maar dan moet je wel de Heer Jezus kennen, de Heer Jezus toebehoren. U kan spreken in de naam van de koning van Nederland. Maar als je de koning van Nederland niet echt kent, dan heeft het geen zin. Want u kent hem niet, u hebt geen relatie. Zo is het ook in de autoriteit van Jezus naam. Uitspreken moet je ook zo altijd bij bepaald zijn. Dan moet je ook hem dienen, in hem geloven. Je hart aan hem gegeven hebben, dat je ook wederom geboren bent. En daardoor heb je, ben je ook erfgenaam, wat ik ook net in het begin aanhaalde, van een erfgenaam van een koninkrijk ook in de hemelen. En dan mag je ook altijd ook zo getuigen. En dan mag je vertrouwen dat je de kracht zal ontvangen. Wat er ook zal gebeuren. Je zal door die moeilijkheden heen gaan, niet in eigen kracht, maar in de kracht van de Heer. En dat hebben we allemaal zo nodig, waar we toch ook zo mee te maken hebben. Maar we moeten ook vurig van geest zijn, net als Paulus. Die was enorm vurig van geest en vol vuur moeten de Heer dienen. Dat kan je ook lezen in Romeinen 12, de korte versen, Romeinen 12 hoofdstuk, of Romeinen hoofdstuk 12 vers 11. Dan moet de vuur van geest zijn om de Heer te dienen. Maar tegenwoordig onder de christenen is er ook veel, ja, een geest van lauwheid, een geest van tolerantie. Van nou ja, niemand durft eigenlijk meer, al zegt Gods woord, dat is zonde, dat is niet goed. Durft eigenlijk niemand dat gewoon te hanteren. Terwijl het juist die kracht vanuit gaat, want het is Gods woord, is de waarheid. Maar wat wordt er tegenwoordig ook veel met de zogenaamde mantel de liefde bedekt. Want wordt er veel gezegd van, oh ja, maar God is toch liefde? Allicht. In 1 Korinthe hoofdstuk 13 staat heel duidelijk, de liefde is het grootste gebod. Dus daar moeten wij er niet op uit zijn om elkaar de pootje te haken of de stoelpoten onderaan de proberen vandaan te zagen om hem kwaad te doen. Nee, we moeten altijd geven. We moeten liefde geven. En het is op zo'n manier, moet je ook zo zien. Als wij als boer zijnde, als agrariër zijnde, ben ik ook gewend ook om graan te zaaien in de aarde. Maar u weet toch allemaal dat die graankorrel, dat zegt Gods woord ook zo mooi. Daar vind ik het zo mooi, dat er een hoop voorbeelden in Gods woord staan, wat ook allemaal met praktisch met de schepping te maken heeft, die God ook gevormd en gegeven heeft. Maar die graankorrel die moet zichzelf overgeven en die sterft letterlijk, die vind je nooit meer terug. Maar door het sterven van die graankorrel komen er enorme tarwe, halmen, stengels uit die korrel, die groeien eruit. En dan zie je het toon letterlijk gebeuren, dat de akkers gaan de groener worden. Omdat die graankorrel die in de tijd gezaaid is, die geeft de kracht. En dat gewas, dat groeit op, dat is gewoon een pracht gezicht. Maar het heb je ook geestelijk, broeders en zusters. Je moet ook bereid zijn om te geven. Want dat is juist altijd zo. Je moet eerst geven, wil je ontvangen. Je weet ook de bekende uitspraak, wat je zaait, zul je oogsten. En dan zeg je mensen wel eens, ik ben altijd verdien goed en verdien doe ik dat en daar doe ik dat voor. En wat is dan uit de dank? Maar daar moet je het altijd niet voor doen, want wat zegt Gods woord? Als wij het met berekening gaan doen, wij geven hier wat aan en dan ontvangen we dubbel terug naar de mens toe. Maar zo is het niet. God is rijk aan barmhartigheid en God die geeft altijd zoveel aan ons terug. Maar we moeten bereid zijn om onszelf over te geven. En als de dood
is ook zo'n prachtig gegeven, zo'n prachtige symboliek. Je neemt eerst de Heer Jezus met je mond aan. Vanuit je hart beleid je het met je mond. En dat is, dan kun je lezen in Romeinen hoofdstuk 10, vers 8 en 9, zo duidelijk. Is dat heel duidelijk dan met het hart moeten geloven en met de mond moeten beleiden. En dan ben je behouden. Geen discussie, staat is Gods woord, niet mijn woorden. Het is Gods woord en daar hebben we mee te maken. En als je dat gedaan hebt, en wat zegt God verder in zijn woord, je hebt een traject in, want bekeerlingen maken is punt 1. Maar met discipelen maken, dat is weer een fase verder. Dus wat zegt Gods woord ook, geloven en dopen. Dus als je tot geloof gekomen bent en herkent hebt, ik geef mijn oude leven aan Jezus Christus, dat is mijn redder, dat is mijn zaligmaker, die leidt mijn leven. En je geeft je eigen letterlijk aan over daar. Maar dan moet je ook bereid zijn om je oude leven in het watergraf onder te dompelen. De doop door onderdompeling heet dat. Gewoon letterlijk onderdompelen. En wat is dat geweldig. Dan laat je door die symboliek zien, door die onderdompeling. Mijn oude leven doe ik onder het water. En ik sta opnieuw, in Jezus Christus sta ik omhoog, kom ik uit het water. Nou, dat is toch geweldig. En dat geeft zo'n blijdschap. Ik heb het meegemaakt met een oudere zuster. Die had enorme angst. En ik weet toch goed, die was ook zo'n beetje mijn leeftijd ook. En die moest ook het water, ging het water in. Dat had ze echt op haar hart. Ze wilde ook zich ook laten dopen. En ik deed nog met heel veel dankbaarheid en plezier natuurlijk. Dus ze ging bijna bevend water in. Ik zei, maar wees niet bang. We trekken je weer naar boven. Anders ben je heel snel bij de Heer. Maar in ieder geval, toen kwam ze boven. En ze ging gelijk wat ze normaal haast nooit doet. Gewoon met allebei de handen omhoog. De Heer staan loven en prijzen. Ze had door het watergraf niet alleen de oude leven begraven, maar ze had gelijk de angst, de watervrees, en ze gelijk begraven. En ze steeg op en ze kwam overeen, stralend. En ik maak die oudere zuster nog steeds mee als ik er komt om te spreken in die gemeente. Nog steeds, en ze straalt toch van alle kanten. En dat is nou God, en dat is nou de kracht van Hem. Van ziet wat het uitwerkt. De angst en al bleef in het water achter. En ze kwam helemaal bevrijd, kwam ze boven. Nou, dan word je persoonlijk, als je bij betrokken mag zijn. Bij zo'n dooddienst. Nou, het is gewoon geweldig. Zo'n blijdschap en zo'n vreugde dat geeft. En daar ga je gewoon voor. Want, en we weten ook allemaal, wat ik ook net zei, dat liefde is het grootste gebod. Maar wij hebben ook een opdracht om een zegen te zijn op de aarde. En al zijn de omstandigheden dat we zeggen, oh, die zijn er eigenlijk niet naar de mens gesproken, naar de wereld gesproken. Maar weet, in de Heer verbonden, dan kan je enorm verdriet hebben als je geliefde naar het graf gebracht hebt. Kan je enorm veel pijn hebben, verdriet. Want op aarde zie je elkaar niet meer terug. Dat is gewoon de realiteit. Want er is altijd scheiding tussen leven en dood. Daar kunnen wij niet bij zolang we leven. Dus die moet je afstaan, die moet je wegbrengen. Heb je pijn? Maar weet één ding. Als God met zijn liefde komt, met zijn troost door je heen werkt. En dat je niet gaat zitten, oh waarom? Waarom? Iedere keer opnieuw. Want waarom die wegloopt? Dood. Daar kom je niet verder mee met waarom. Maar als je zegt, Heere, waartoe? Heeft het allemaal geleid? Heeft hij het toegelaten? Maar weet wel, hij is een liefdevolle vader. Hij wil ons. Hij geeft geen stenen van brood, hij geeft levend brood. Hij geeft juist de kracht om weer door te gaan. En daar kan het gebeuren als je je persoonlijke leven van liefde weggebracht hebt. Maar dat je nu ervaart, naderhand. Toen lijkt het moeilijk, zoals die prachtige kaart die ook al scannen heeft, met de voetstappen in het zand. En dat vind ik zo mooi, symboliek. En de mensen die wisten niet hoe ze erin gekomen waren, maar ze gingen nog op een voetstap in het zand. Dus toen in die zandwoestijn van pijn en verdriet en moeite waar je in zat, bleek dat er iemand naast je liep. De Heer Jezus was bij je en die heb je gedragen door die pijn heen, door die moeite heen. En daarom mogen we hier bij elkaar zijn, gewoon om Hem erin groot te maken. En verwacht altijd, want we mogen een God van wonderen dienen. En we dienen een God van wonderen.
Dat is toch geweldig als je daar ook van doortrokken raakt. En als je daarvan doortrokken raakt, hoe God de wij mogen dienen door die genade. Want de wet is vervuld op het kruis op Golgotha, wat ik ook net memoreerde. Het voorhangsel scheurde letterlijk toen de Heer Jezus ook zijn levensadem gaf, toen hij stierf. Maar door dit scheuren was de bedekking weggenomen en was het voorhangsel weg, dus de bedekking was weg. Dus de wet was vervuld. En daarom leven we zo in die genadetijd. En door die genadetijd is het toch geweldig dat we ook hierin mogen leven. Want het is voor iedereen weggelegd. Johannes 3, vers 16 zegt zo duidelijk. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat er ieder in hem zal leven. En opdat er niemand ook verloren zal gaan. God wil niet dat de mensen verloren gaan, maar ze willen allemaal dat ze tot erkentenis de waarheid komen, tot behoudenis komen. En wat ik ook vertelde, als ze tot geloof gekomen zijn en zich laten dopen, dan ga je de wonderen tekenen, dan ga je die lijn, die ga je zien in de mensen, de levens. Want Hosea 6 vers 3 zegt ook zo duidelijk, ja, wij willen de Heer kennen en naar jagen hem te kennen. En zo zeker als de dageraad is zijn opgang. En dan komt hij tot ons. Als de regen. Als de late regen die het land besproeit. En ik weet wel, we hebben winter gehad met enorm veel neerslag. Met enorm veel regen. Praktische regen is enorm veel gevallen. Dan hoop mensen bijna er somber van werden. Er waren er zelfs, die hadden een sterke lamp nodig met een hoop licht. Om nog een beetje te kunnen leven. Ik vind het absurd, maar ja, het schijnt echt te gebeuren. Dat de mensen gewoon een kunstlicht nodig hebben om haar te overleven. Nou, dat komt bij mij niet voor, maar goed. Het is wel gebeurd. Maar, ik wist één ding. Eens komt de lente. Eens zal de zon weer gaan schijnen. En nu hebben wij de afgelopen weken niet meegemaakt, broers en zusters, dat de zon toch heerlijk geschenen. Gewoon op een hele aparte, warme, koesterende manier. Nou, het is toch geweldig. En al die ziekte, bacteriën van griepje en een pijntje en een spierpijntje en een snotterigheidje en een kucherigheidje en een hoesterigheidje. Ah, met die zon, die wordt toch gewoon uitgebrand. Dan word je toch letterlijk schoongebrand. Dat is toch geweldig. En dat is gewoon ook de schepping van onze Heer Jezus Christus. Die het allemaal gegeven heeft. Eerst ook de moeite. Maar dan moeten we juist volharden, wat ook die tekst ook zegt, we moeten ervoor jagen, we moeten volhouden, we moeten volharden, dwars door alles heen, volhard, want eens zal uw verlossing weer genaken, dat u weer de kracht zal ontvangen. En dat is gebeurd nu ook alweer, ook in het geestelijke gebeurt het, iedere keer opnieuw. Want we moeten wel wereldse kennis hebben, gewoon om te kunnen functioneren, want we zijn niet van deze wereld, maar we leven er middenin. Dus we hebben er wel mee te maken met al de technieken die er toegang gelden. Ik moet ook denken waar wij persoonlijk op bedrijf mee geconfronteerd worden, wat ik al meer misschien wel verteld heeft, van de GPS, van de besturing, van de landbouwmachines. Die worden op 2-3 centimeter nauwkeurig worden ze over de akkers gestuurd. En die akkers leggen dan golvend en alles, maakt niet uit. De satelliet gaat rechtdoor. En er worden rechte rijen geplant en rechte rijen gezaaid. Je snapt er niks van. Ik heb ook moeten leren, op mijn leeftijd heb ik ook moeten leren om het stuur los te laten. Ik moest wel, ik was gewend mijn leven lang, tot aan mijn 71ste jaar. Ik mag nu 72 zijn, maar tot aan mijn 71ste heb ik altijd het stuur zelf vast in handen gehouden. En als ik aan het planten was op het land, dan zat ik te turen. Recht vooruit te kijken en proberen zo recht mogelijk te planten. Maar toen kwam de technieken vanuit de heelal, GPS-besturing, op die machine. En toen moest ik mijn armen over elkaar doen. Ja. Nou, het ging dwars tegen heel mijn gevoelens en dwars tegen heel mijn gemoed in. Dat ik dat moest gaan doen. En ik wilde er eerst niet aan, broeders en zusters. Maar ik kreeg te horen van mijn zoon. Hij zei, ja pa, maar je doet het. Ja, anders ga ik zelf rijden, want het zal nou recht gebeuren. Ik dacht, nou, ik geef hem eigenlijk maar over.
Want als je het niet doet, dan wordt een ander ding mijn plaatsje in. Ik wou mijn plaatsje nog niet afstaan, broeders en zusters. Ik wou het nog even vasthouden. Dus ik heb mijn lijdzaam maar een beetje gegrond en mijn handen over elkaar gedaan en het stuur niet aangeraakt. En toen had ik een eindje gereden en ik dacht, moet ik eens achterom kijken. Hé? Kaasje recht, ik had helemaal stuur niet vast. Zo recht heb ik dan nooit gereden. Toen was ik verwonderd. En toen nog een keer er langs heen, toen begon ik er plezier in te krijgen. Ik dacht, hé, wat is dat bijzonder. Ik mag nou lekker rustig toekijken. En het werk gebeurt, gewoon. Dat is toch bijzonder, als je dat mag doen. Maar toen, ik heb ook een les ingeleerd. En dat geldt voor ieder persoon. Hoeveel omstandigheden zijn er niet in ons leven, waar wij zelf trachten maar zelf ons leven te besturen, zelf ons leven trachten te leiden zoals wij denken dat het goed is. Maar wat zegt Gods woord? Laat jij leiden door Gods woord. Geef het over aan Gods woord, dat die je leven leidt. En dan ga je recht. Dan ga je niet krom. En Gods woord is de waarheid. En Gods woord is recht en rechtdoor. Dus dat is zo bijzonder. En als je nou zo met je routeplanner rijdt of met je tomtommetje en je rijdt tussen de hoge flatgebouwen of in een heuvellandschap en je komt exact op de plek terecht, snap je helemaal niks van. Maar het werkt wel. Maar nu ga ik begrijpen, ook het geestelijke moet ik ook denken aan mensen die ons voorgegaan zijn, broeders en zusters van geslachten het verleden al. Die hebben dat nooit geweten dat ze bestond vanuit heelal met een satellietbesturing. Hebben er een totaal geen notie van. Maar wij leven in een tijd dat wij letterlijk weten, de satelliet vanuit heelal besturing, het werkt feilloos. Nou, dan kun je nagaan hoe God die almachtig is en alles in zijn hand heeft en alles de schepping geformeerd heeft, dat hij alles in zijn hand heeft, kun je wel begrijpen hoe dat hij ons neerziet en dat ook in Gods woord staat. Hij ziet ons, hij kent ons en hij hoort ons waar we zijn mogen bevinden. Nog veel verder, hij ziet zelfs, hij kent onze gedachten, hoe onze gedachten zijn. Dat leest hij ook. Nou, als wij gelijk onze gedachten zichtbaar waren op ons voorhoofd, zoals wij hier zitten, nou, dan was iedereen misschien er niet erg blij mee. Want dan zouden we misschien wel een zaak hebben. Dan zeg je, nou, dat komt een beetje erg openbaar voor zichtbaar. Dus in onze gedachten zijn wij voor onze omgeving, zijn wij bedekt. Maar God is niets bedekt. Nou, en daarom moet je ook zo doen, broeders en zusters. Span jij er niet in om een masker op te houden, om je eigen anders voor te doen als dat je echt bent. Want het heeft geen zin. God, ik heb er geen gedachten. God, die ziet je liggen en je staan en je opstaan. Alles ziet hij. Hij weet alles van je. Dus je mag onbevangen in vertrouwen op hem mag je leven. Dat is toch een rijkdom als je daar ook zo je eigen aan over mag geven. Want Jezus Christus, die gaat over het graf. Gaat de kennis van Jezus Christus, die gaat over het graf heen. Die gaat verder het graf, die gaat naar de eeuwigheid. En daarom zijn we allemaal op reis. Want Matthäus, dat zal ik ook nog even voorlezen. Dat is ook zo'n prachtig hoofdstuk uit Matthäus 6, versen 19 tot 24. Matthäus 6. Ik zal het even voorlezen. 19 tot 24. En dat gaat over de ware schat, staat erboven. Het is een heel bekend stuk voor veel mensen. Maar het is duidelijk. Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roesten ontoombaar maakt en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamelt u schatten in de hemel, waar nog mot, nog roest ze ontoombaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En de lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. Maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis. Hoe groot is dan de duisternis?
Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere lief hebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Dus we kunnen niet op twee gedachten hinken. We moeten de Heere dienen. En daarom moeten we daar die onderscheid altijd in maken. En dat is zo belangrijk om dat allemaal te doen. En daarom als we binnenkort de Pasen mogen vieren, is zo geweldig dat we dan weten, de weg is open naar God de Vader. Want Jezus Christus is de enige weg naar God de Vader. En die weg was geblokkeerd door de zondeval. Maar door het offer van zijn Zoon, Jezus Christus, is de weg open. Dus door die genade zijn wij behouden. En daarom moeten we ook iedere nieuwe dag, dan moeten we danken voor een nieuwe dag van Gods genade. Want God zegt ook in zijn woord, dat is ook zo prachtig, mijn woord zal nooit ledig wederkeren. Het treft altijd doel. Maar, weet u wel, dan gaat het ook over de tong. Jacobus hoofdstuk 3 staat ook zo duidelijk in over de tong. Weet u wel dat het zo'n klein lid is. Maar je weet ook de uitleg, zo'n klein lid van een schip, dat is het roer, ten opzichte van het grote schip, een klein roer, maar hij bestuurt wel heel het schip. En zo is het met onze tong, wat wij uitspreken. Want God zegt ook in zijn woord, dood en leven zijn in de macht van de tong. Dus spreek positief, spreek altijd opbouwend, spreek bemoedigend naar mensen toe om ze te helpen, te ondersteunen. Maar nooit altijd negatief, zoals de wereld ook vol is met negativiteit. Dat de mensen negatief spreken en elkaar ook negatief bejegenen. We moeten positief staan in Gods woord. En die liefde en die genade die Gods kinderen ontvangen hebben, die moeten we uitdragen door onze handel, door onze wandel, door onze daden. Dat het geen woorden zijn. En u weet de bekende slogan van Feyenoord, geen woorden maar daden. Dus dat moet het voor een christen zijn. Geen woorden, maar daden, want dat zegt God ook in zijn woord, geloof zonder werken is dood. Dus wij moeten ook daadwerkelijk, en dat is ook de van apostel Paulus, heel zijn leven is daarop gebaseerd, van altijd arbeidzaam, en hij heeft ook hard gewerkt, hij was tentenmaker ook, naast in al zijn studies had hij ook een beroep van tentenmaker, en hij heeft altijd in zijn eigen onderhoud voorzien, omdat die mogelijkheden er waren. Maar hij een enorme krachtige prediker was het om God groot te maken, om hem te eren. Altijd om zijn naam te verhogen. Want dan zegt hij ook, en ook in vers 12 ook zo duidelijk zegt hij ook, niet dat ik het reeds verkregen zou hebben of volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Dus met andere woorden, we moeten gaan. En we leven in een snelle tijd, snelle ontwikkelingen. Alles gaat pijlsnel, maar weet je wat vind ik ook wel jammer, de liefde, maar dat zeg ik, ik heb gelezen in 1 Timotheus hoofdstuk 3, van over de dwaalleraars en dat de liefde zal verkillen, je kunt de andere lezen in Timotheus hoofdstuk, maar dat verkilt op het ogenblik, de liefde van de mensen, de ik-gerichtheid, als ik het maar heb, als je ziet hoe mensen gefocust zijn, als ze bepaalde mensen prijzen ten deel vallen, ik zeg maar in een straat of wat dan ook wat je op het nieuws ziet. En je ziet dan de ontevredenheid van degenen die er buiten gebleven zijn. Terwijl, nou het is gewoon simpel, de ene die heeft het ontvangen, de ander niet. Maar hoe? Je hebt met ons persoonlijk te maken. En als je gaat zien wat ik ook net voorgelezen heb in de Matthäusbrief, van over verzamelt u geen schatten op aarde. We mogen ervan genieten, als het u goed gaat. En je mag, ik kun je gewoon goed helpen met je voedsel, onderdak, kleding, alles wat je nodig hebt, dank altijd de Heer ervoor. En weet één ding, Hij is degene die ons altijd genade schenkt. En alleen al door die genade heen ben je enorm rijk gezegend. Want het gaat ook over vergelding. Want hoeveel mensen theoren ook niet, die zitten, die gaan, ik noem het maar, navelstaren, allemaal op de eigen situatie terug zien te borduren. En als ze in gesprek komen met een andere broeder of zuster,
hebben ze ellenlange verhalen wat hun wel overkomen is en waar hun die schade door berokkend hebben. Van je moest eens weten hoe pijnlijk ik geleden heb van die of die of die. Maar als wij goed gaan beseffen, broeders en zusters, wat onze Heer Jezus voor ons geleden heeft. Hij heeft zijn leven zelfs gegeven, een kruis op Golgotha. Als we daarna gaan kijken, hebben wij nog niks meegemaakt. Wie we ook zijn hier, dat durf ik gewoon te zeggen. Want Jezus die heeft alles geleden, maar die heeft de prijs betaald. En daar, als we dat goed gaan beseffen, goed op die dolen dringen van de prijs die ervoor betaald is, voor ons eeuwig behoud, dat we eens bij Hem zullen zijn. Want dat is zo'n geweldige toekomst waar we naartoe mogen leven. En hoeveel mensen hebben op het ogenblik hebben eigenlijk geen toekomst. Want ik kijk naar landen als in Syrië, in Afrika en een hoop andere mensen waar totalitaire regimes heersen, waar mensen onderdrukt worden, vervolgd worden, vermoord worden zelfs. Het is in heel de wereld die schudt en die wankelt, zo God ook in zijn woord zegt, waar we de tijd waarin we nu leven. En dat is allemaal op het ogenblik in wording. Dus als wij op onze eigen situatie zitten staren, kom je ook nergens mee. Ik noem het maar, er weer nooit de oorlog mee. Maar we moeten strijden voor Jezus Christus. En we moeten weten wie je mag zijn. Door die genade, in de autoriteit van Jezus' naam. En als je daarin van betrokken bent, van de kracht van Jezus' naam. Maar dan moet je wel een relatie hebben. Want anders heb het geen kracht. Maar hij heeft juist kracht gegeven aan degene die hem dienen en hem toebehoren. En daar mag je er ook gebruik van maken. Maar ook in deze tijd, daar moeten we niet opgeven. Maar vertrouw op God. Gewoon een paar simpele woorden. Geef niet op, maar vertrouw op God door alles heen. En wat je ook wedervaart. Want God die, alles wat God ook geeft, elke gebedsverhoring, dat doet Hij op basis van zijn genade. En niet op basis van ons gebed of geloof of Gods vrucht. Want wat ik al verwoord heb, want door Efeze 2 vers 8, dat is zo duidelijk, dat is zo'n sleutel. Want door die genade zijt gij behouden, door het geloof, niet uit uzelf. Het is een gave van God. Met andere woorden, we zijn allemaal erfgenamen, we zijn allemaal ontvangen. En de prijs is betaald. En daarom mogen we er altijd op vertrouwen. Dat God altijd zo ook met ons zal zijn. En vertrouw erop, broeders en zusters. Want Johannes 3 vers 18 is ook zo'n prachtig vers. Hè? Wie in Hem gelooft, die wordt niet veroordeeld. Want wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dat is ernstig. Tussen andere woorden, als je geen keuze maakt voor Jezus Christus om hem, je leed aan hem over te geven, dan ben je al veroordeeld. Dat is duidelijk, gewoon Gods woord. Dus, maar dat hebben we ook te maken met Jacobus 5 vers 16. Dat is ook zo'n prachtig vers, broeders en zusters. Als je dat ook zo leest, hè. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. En dat hebben we nodig in deze tijd, wat er zoveel aan de hand is op dit moment, met alle zaken. Je moet ook denken aan de nucleaire top die binnen het weekend in Nederland zal plaatsvinden. Als je kijkt, ik ben hier naar u toe komen rijden, regelmatig zag ik de mededelingen worden, wegens de nucleaire top van 22 tot 25 maart zal een hoop wegen afgesloten zijn. Ja, nou goed, het zal wel. Maar dan denk je bij jezelf, het leven toch eigenlijk in een hele wereld. Dat deze mensen, dat er zo'n enorme heisse en al die zaken eromheen opgebouwd wordt. Terwijl het allemaal gewoon mensen zijn. Als de levensader niet van God krijgen, nemen ze niet geen ene beslissing meer. Maar het is allemaal buitenkant wat je er allemaal ook in ziet. Van al deze zaken die nu plaatsvinden. Ook in de wereld. Maar daar moeten we zo dicht bij de Heer blijven.
wat bij het gebed van het gebed van de rechtvaardige vermag veel door de kracht aan verleend wordt. Daarom moeten we strijden in het gebed. En daarom was ook die tekst sprak altijd zo tot mijn hart van de apostel Paulus. Dan moeten we ook jagen en uitstrekken datgeen voor ons ligt. En jagen we naar de prijs, de roeping Gods. En als we daarna jagen wat voor ons ligt. En wat leggen voor ons? Een heerlijke toekomst in de Heer verbonden. Dus als we, ik stond ook verleden week donderdag nog bij het graf van de geliefde zuster. Die overleden was, die is naar de Heer toe. Echt een gelovige zuster. Maar je hebt er wel pijn aan. Want op aarde ontmoet je elkaar niet meer. Maar eens bij de Heer, mijn geliefde vrouw is ook. 10 jaar geleden overleden, heeft de Heer ze thuis gehaald. Maar eens zullen we de Heer Jezus ontmoeten, maar ook je geliefden die hiervoor gegaan zijn. Nou, dat is toch geweldig als je zo'n toekomst mag hebben. En dat het niet ophoudt bij het graf. Nee, het gaat over het graf heen. De wereld gaat tot het graf en in het graf. En die geloven nergens in, en dat is voor hun persoonlijk, zeggen ze. Dood, is over. Maar wij, als Gods kinderen, iedereen die hem aangenomen heeft, als zijn redder en heiland en heer en verlosser, hebben we een toekomst, hebben we een eeuwige toekomst om bij hem te zijn. Dat is toch geweldig? Daarom mogen we hem altijd aanroepen. Zoals ik ook met mijn kleinkinderen, ik heb ook zo'n klein aapie, van een klein kind van 6 maanden, een zoon van mijn dochter, en die is nou 6 maanden. En ik heb zo gelachen, ik heb hem pas mogen bezoeken en het was even een weekje uit naar zijn park hier in Putten in die buurt geloof ik. En ik kom bij hem en hij komt me tegemoet in de wandelwagen met zijn moeder en ik stap uit de auto en ik begin te praten en heel het bekkie breed uit lachen opa. Nou dat kan je niet meer stuk bij natuurlijk, dat kun je wel begrijpen. Maar dan word je zo verwarmd van blijdschap. Gewoon van de liefde van een kind naar zijn opa, maar ook van een kind naar zijn moeder, naar zijn vader, gewoon naar zijn familie omheen, ook naar zijn zusje. Maar je hebt vertrouwen, hé, dat is vertrouwd, en je lacht, en die is blij. Zo moeten wij ook een kinderlijk geloven, God zegt in zijn woord, ook hem vertrouwen, dat hij geen stenen voor brood geeft. Hij heeft een levend brood, maar God heeft het beste met u allemaal voor. Dus is het moeilijk? Roep hem aan en verwacht een wonder, omdat hij God is. Halleluja. Amen. Amen.